Hallo, mijn naam is Jessica en ik mag mezelf officieel finalist de Miss Grace Benelux noemen. Hartstikke leuk en hartstikke tof natuurlijk. Maar wie ben ik nou verder eigenlijk? Mijn naam is Jessica, ik ben 22 jaar en ik studeer op dit moment European Studies. Dit is eigenlijk Europese politiek en bestuurskunde. Naast dat ik studeer ben ik ook nog werkzaam in de horeca. Dus ik ben een staande bediening en ik sta achter de bar. Verder werk ik ook nog als hostess nu dan eens bij een winkelopening of bij een leuke actie. Altijd heel erg tof. En als allerlaatste, want ja, ik hou gewoon niet van niks doen, ben ik ook nog in de vakanties te werk als kinderentertainer op de campings. Dat is allemaal heel erg tof, natuurlijk. En ja, verder, wie ben ik? Ik ben fan van boeken. Ik heb denk ik echt wel iets van 50 boeken thuis. Ja, dat is toch wel echt een collectie voor een student zijnde, moet ik zeggen. Verder, binnenkort is de persvoorstelling. Op de persvoorstelling leren jullie eigenlijk ons allemaal kennen. Alle finalisten, hartstikke leuk. Maar ja, wat moet allemaal gedaan worden voordat de persvoorstelling is? Daarmee ga ik jullie eventjes met me mee laten lopen. Want ja, wat zijn mijn voorbereidingen hiervoor? Zo, eventjes snel een outfit change gedaan en eventjes lekker mijn haar gedaan. Want de Miss Grace Benelux is officieel begonnen. Hartstikke leuk, hartstikke top. Maar binnenkort is natuurlijk de persvoorstelling. Dat komt al vrij snel. Maar ja, wat heb ik van tevoren allemaal al gedaan voordat dit plaats ging vinden? Dat is te zien in de volgende momenten die ik jullie laat zien. Mwah. Voor deze verkiezing heb ik al een aantal dingen mogen doen. Ik ben op dit moment namelijk aan het inzamelen van flessen. En ik ben aan het collecteren voor de Hartstichting. Verder zou ik ook nog voor de Longstichting gaan lopen. Maar dat komt in mij pas. Dus ja, dit heb ik al gedaan. En ik ga nog zeker veel meer doen. Er worden nog meer flessen ingezameld ook. Daarnaast ben ik ook naar België afgereisd voor deze verkiezing en heb ik Antwerpen even mogen zien. Hier was ik nog niet eerder geweest en dat maakt het alleen maar leuker. Zo, nu weten jullie heel kort wat ik al heb gedaan van tevoren voor de verkiezing. Het valt nog mee hoeveel het is, maar er komt alleen nog maar meer bij. De flesseninzamelingsacties zijn nog steeds bezig. Ik heb familie, ik heb vrienden, die gaan allemaal flessen voor me inzamelen. Dat is hartstikke leuk. Dus, wat gaan we nu doen? We gaan eventjes snel naar de dag van de persvoorstelling springen. Dit was het dan heel kort. Wie ben ik? Wat waren mijn voorbereidingen voor de Miss Grace Benelux? En ik hoop jullie snel weer te spreken. Doei doeg!